Hi, dit is commissarissen.nl. Ik ben Lissy Dorenwaard, al 20 jaar commissaris bij verschillende organisaties in verschillende sectoren. Ik wil jullie meenemen in deze reeks met lastige situaties waar ik in zit en hoe ik daarmee omga. Het gaf mij inzichten in hoe je goed commissaris bent. Misschien hebben jullie er wat aan. Stel, je bent commissaris in een grote raad van commissarissen, 7 man, dit overkwam mij. Er is een vacature. In die raad zitten veel mannen van boven de 60 zelfs. Ik moet even nadenken, maar oude groep. En wij wilden naast mij als vrouw ook een andere vrouw. Wij gaven een gerenommeerd headhuntersbureau de opdracht om een vrouw te werven. Ik was verder bij de werving niet betrokken. Dat deed de remuneratiecommissie. Dat is de commissie die de werkgevers taken doet in een raad van commissarissen. Ik kom er zo op terug hoe ik ermee omgegaan ben. Het ging falikant fout. Wat is een raad van commissarissen en hoe doe je het goed? Als raad moet je 4 taken vervullen met elkaar. 1. Je bent werkgever van de raad van bestuur. 2. Je bent klankbord. 3. Je houdt in de gaten of het bestuur voldoende feeling houdt met alle stakeholders. Het vierde punt is, je houdt toezicht op het beleid van de organisatie en de uitvoering daarvan. De risico's, investeringen, etc. Dat is een heel groot geheel waar je toezicht op houdt. In dit geval waren we dus op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Commissarissen en een vrouw. Stond pertinent in de zoekopdracht. We hadden de afspraak dat de remuneratiecommissie, als de korte lijst met name bekend was, even zou polsen bij de andere commissarissen of die zich daarin konden vinden. Voordat de gesprekken met 3 leden van de Raad van Commissarissen zouden plaatsvinden. Ik kreeg een telefoontje van de voorzitter van de remuneratiecommissie. Lissy, ik heb hier 3 namen waar wij een gesprek mee aangaan. Dat is Jantje Pietersen. Dat is 2. Piet Jansen. 3. Dat is een vrouw, maar ze voldoet niet helemaal aan de eisen. Ik zeg, nee, dit geloof je niet. Dus we krijgen er weer een man bij. Ja, deze headhunter kon geen goede vrouw vinden die voldeed aan ons profiel. Dit overkomt mij zo vaak. Het wordt wat minder tegenwoordig. Hè. Diversiteit is een topic, maar het gebeurt nog te vaak dat er gezegd wordt, we kunnen geen goede vrouw vinden. Die zijn er natuurlijk wel. Wat heb ik in dit geval gedaan? Oh, ik heb het echt helemaal fout gedaan. Ik heb het naar mij toegetrokken. Ik heb gezegd, hoe is dit mogelijk? Natuurlijk zijn er goede vrouwen. Laat mij even bellen met een headhuntbedrijf. Dat heb ik wel afgestemd met alle commissarissen. Ik kan contacten opnemen met een headhuntbedrijf die veel vrouwen in het portefeuille heeft. En die zal ik met ons headhuntbedrijf in contact brengen. Dat is helemaal misgegaan. Natuurlijk waren er vrouwen, maar het headhuntbedrijf wat wij ingehuurd hadden, wilde absoluut niet met een collega-bureau in gesprek. Puntje bij paaltje, het is een man geworden. Echt, ik kan er nu nog woest op worden. Wat had ik moeten doen? Ik had het niet naar mezelf toe moeten trekken. Ik had het probleem van de voorzitter moeten laten zijn. Het was trouwens ook een oude man. Ik had het probleem van de hele raad moeten laten zijn en we hadden moeten notuleren. Er komt gewoon geen man. Dan was het niet mijn probleem geweest. Dat is een stomme fout geweest. Overkomt me nooit meer. En een les dat door ons als mens veel gezocht wordt naar iets waar wij ons prettig bij voelen. En in dit geval, die mannelijke headhunter voelde zich blijkbaar minder senang bij vrouwen. Nou, dat is iets heel menselijks. Daar hoef je niet boos over te worden, maar dat moet je wel meenemen als je gaat zoeken naar nieuwe kandidaten. Zowel in de Raad van Commissarissen als in de Raad van Bestuur. Ik wens jullie er succes mee.